Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Urbex Explore. We zijn vandaag met Mark Benek naar België gereden voor deze super sikke villa hier op de achtergrond. Check ook even Mark zijn linkje in de beschrijving. Abonneer op zijn kanaal en like ook zijn video's. En dan gaan we nu voor jullie de ingang zoeken. Ik kom hier nou net onder in het huis binnen. De deur stond gewoon open, dus het is wel makkelijk. We staan hier nu in de keuken en bijna alles, ja, alles eigenlijk staat er gewoon nog in. Het is wel een beetje overhoop gehaald hier allemaal en zo, maar er staat echt super veel in, dus het is wel echt sick. We staan hier nu in de woonkamer en zoals je ziet is het echt super vervallen. Hier die lamp, daar is gewoon de bekleding al allemaal vanaf. Het ziet er echt super creepy uit zoals het er hierbij staat. Maar wel, alles staat er nog. Staat daar zelfs nog een tv. Er staan gewoon echt alles wat je vroeger heeft gestaan staat er nog. Alleen er is heel veel waterschade en zo. Daarom is de vloer allemaal weggegaan en zo. Mensen, zoals je ziet is de trap hier gewoon echt een heel stuk weg, echt 5 treden of zo. En we moeten hier heel moeilijk naar boven. Dus het is gewoon een teken dat de trap al wegzakt, dat het hierboven echt gewoon aan het rot is en de vloer kraakt en zo wel. Dus het is echt gevaarlijk. We komen hier nou boven in de eerste kamer die we zien en het is echt heel raar. Maar hier staan gewoon röntgenfoto's van longen of zo, ja, van je rug. Het is echt waar dat hij hier zo in één keer gewoon staat. Yo mensen, dit was weer het einde van deze aflevering van Urbex Explore. We waren vandaag met Mark Benek. Zijn linkje kan je onder in de beschrijving vinden. Abonneer ook zijn kanaal en like ook zijn video's. Het was echt een super vet huis. Alles stond er nog in. Het is wel een beetje weggerot en we moesten over de obstakels heen. Die gaten bij de trap en zo. Maar het was toch een super sick avontuur. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.